Je hoort het steeds vaker, je ziet het steeds vaker. Bakkerijen en slagerijen hebben het erg moeilijk tegenwoordig vanwege de hoge energieprijzen. In Amsterdam, in Rotterdam, vanmorgen las ik in Uden. Maar het komt nu wel heel dichtbij, want deze slagerij van Dennis en Lonneke in Liemde, die moet ook stoppen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Lonneke, wat lees ik nu? Ja, we moeten helaas sluiten. Ja, dat zeg je zo in één zin, we moeten helaas sluiten. Ja, ja. Het is zover, zou ik zo maar zeggen. We hebben het zo lang mogelijk geprobeerd uit te rekken, uit te stellen. Maar is helaas... En is het dan vooral, omdat iedereen, je hoort dat bakkerijen vallen om, slagerijen vallen om, allemaal om dezelfde reden? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk wel begonnen met de verhoging van de grondstoffen natuurlijk. Dat het product eigenlijk duurder moet worden, maar dat je niet direct kan doorberekenen naar de klant natuurlijk. En daarbij is de energierekening natuurlijk gekomen. En als je geen vast contract hebt of een gunstig contract, dan komt daar heel hard aan. En die had je niet? Die hadden wij niet, nee. Maar dan hoor ik de mensen zeggen, ja, maar je krijgt toch steun van de overheid? Klopt, ja. Als je in aanmerking wil komen, moet je 12,5% van je omzet moet aan de energierekening besteed worden, zeg maar. Nou, dat is bij de meeste MKB'ers niet zo. Dus ook al we hebben denk ik wel 80% aan stroom bezuinigd. Dus die vriezers uit, koelingen uit. Nu ook de vleeswarenkoeling uitgezet, vleeswaren in de toonbank gelegd. Dus eigenlijk het enige wat we nog gebruiken is 1 diepvries en 1 koelcel en de toonbank. Ja. En dat is niet genoeg. Maar zelfs hadden we dat niet gedaan, dan waren we nog steeds niet in aanmerking gekomen voor die 12,5%. Nou ja, dan ga je kijken. En dan ga je kijken wat is nog meer mogelijk. Nou ja, we hebben al geen personeel meer. Dus, je hebt natuurlijk ook corona nog achter de rug. Ja, zeker. Daar is het eigenlijk mee begonnen. We hebben een jaar mooi kunnen draaien. Toen kwam corona. En daar was een groot deel van onze inkomstenbron, zeg maar, waren de barbecues en de catering. En dat viel helemaal weg. Ja, want jullie zijn hier sinds 2018, hebben jullie ja, het over? Ja, nu 4 jaar. Ja, klopt. En dan denk je als je eraan begint, nou? Ja, dus ja, je denkt hier aan de rest van het leven te zitten. Eigenlijk, ja, mooi, dit is het. Kei mooie winkel en we dachten echt van, nou, we gaan 5 jaar draaien vast. En dan hebben we de investering eruit en dan gaan we mooi verbouwen. En dan gaan we hier weer een mooie, prachtige, moderne, nieuwe slagerij neerzetten. Ja. Maar zo loopt het niet. En dan is het dinsdag, hoor ik net, en dan zit je bij elkaar en dan zeg je? Het gaat niet meer. Het gaat gewoon niet meer. Want iedere dag dat je open blijft, kost geld. En iedere maand dat je open blijft, kost geld. Dus als je een nieuwe bestelling moet plaatsen, komt er een nieuwe factuur. Dus ja, ja. Dan. En wanneer is het zover? Aanstaande zaterdag is de laatste dag, ja. Heeft u het al gehoord? Nee. De slagerij gaat stoppen? Ja, te duur alles, hè. En wat vindt u dan? Ja, jammer. Toch? Ja, heel jammer. Daar hebben we in Liemde niks mee. Geen bakken, geen slagen, geen alles weg. Verschrikkelijk. Heel vervelend. Ja, heel jammer dat weer een winkel weggaat in een dorp. Ja. En weet u wat de reden is? Ja, ik denk dat ze het niet bol kunnen werken. Die prijzen die gaan zo ver omhoog. Als je dat door moet gaan berekenen aan de klanten, dan houdt het op. Maar wie had hier iets aan kunnen doen, denkt u? Ja, ik denk en de overheid, maar ook de energiemaatschappijen. Die maken vaak grote winsten. En ja. Even kijken. We zijn er de dupe van. Tuurlijk, hè? Ja. Ja, want ik hoorde u net zeggen, in Duitsland en België is het eigenlijk minder aan de hand. Ja, dat heb ik gehoord. Hè. Ik heb het niet zelf ingelezen, maar ik hoorde dat in België en Duitsland geen probleem is. En dat de prijzen wel laag blijven. Dat is hier schrikbarend hoog worden. Ja. Ja, dus eigenlijk, ja. Ergens zit een heel groot verschil. En wie gaat er met die winst vandoor? Ja. De energiemaatschappij, zegt deze mevrouw. Nou, ik denk het wel. Tenminste, gedeeltelijk. Ik wil niet zeggen dat het helemaal daaraan ligt, maar... Ja, het is heel droevig gewoon. Ja. Het is verschrikkelijk, het is jammer. Nou is deze winkel, misschien is de volgende de bakker. Ja. Er is pas een nieuwe bloemenwinkel hier gestart, nog maar 2 maanden geleden. Ja. Dus zal... ja. Het haalt een beetje het hart uit het dorp, hè? Dat is ook zo, ja. Ja, en ik denk net als de groenteboer, dat is ook een klein winkeltje. Die zullen het ook hard te halen hebben. Wat gaat hij kopen? Wat ik ga kopen? Doe ik je betalen dan? Dat niet. Dan wat ik biefstuk.
En nu? Een worst, hè. Lekker. Ja. Wat ik net gekocht heb. Ik heb net gehaktballen gekocht en schnitzels. En nu? Wat gaat u kopen? Ik hoop dat ze nog die lekkere sperrips hebben. Ja, dus ga dan nog in de diepvries even en dan kunnen we daar nog van genieten. Ga er maar extra van genieten. Ga ik zeker doen. Gaan we doen. En na zaterdag? Na zaterdag, ja. Alles proberen ze netjes mogelijk af te ronden. En heb je al over de toekomst nagedacht misschien? Ja, daar kunnen we nog niet echt over nadenken. Het is, we zitten zo vol met alles. En ja, het moet echt ook een plekje krijgen. En, wij vinden het ook verschrikkelijk. En ik wens jullie alle sterkte. Dankjewel. En alle klanten bedankt. De afgelopen 4 jaar. We hebben het echt super naar zin gehad verder. Dus, en vind het heel erg jammer, ook voor Liemt, dat het zo moet eindigen. Ja, zeker. Oké, dankjewel voor die 4 jaar. Heel erg bedankt.